ik heb mijn doel voor 2021 behaald. Ik wilde eigenlijk gaan wandelen, maar er kwam post. Hier staat op, mag open in de vlog. Er kwamen ook twee kaartjes van die vervolgers. En ik zie in mijn agenda dat er een Ilse jarig is. Ilse, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt. Emily, Marijn die loopt even het laatste rondje met Ravi. Maar Ravi die dacht, joep doei. Mijn baas is niet mee. Ik ga niet lopen hoor, zit erbij. Goedemorgen. Het is vandaag 24 december. Het is 7:30. Oh, en mijn kerstlichtjes zijn vannacht niet uitgegaan. Ik dacht dat die het 8 uur zouden doen. Nou ja, dan doet die het lekker. Langer dan 8 uur. Nou, ga het wel zien. Hier staat een beestje, dat wil heel graag naar binnen. Nou, ga jij maar naar binnen, joh. Ik ga zo eens eventjes hier puin ruimen, want er ligt echt overal en van alles en nog wat. Dat heb ik de afgelopen 2 dagen een klein beetje laten gaan, omdat ik gewoon nog heel erg druk was. Maar vandaag is dat is mijn moeder die wakker is. De tijd om eens even lekker op te ruimen. Ik moet nog even naar de Aldi. Even wat wegbrengen. Wat ophalen bij de Aldi en wat wegbrengen naar de collega. Op die manier. Hier wil iemand zijn jas. Kijk. Moet die aan? Ja? Maar we gaan eerst even wandelen. Dus. Ik heb mijn doel voor 2021 behaald. Ik wilde heel graag 3333 abonnees. En dat is gelukt. 2 keer 33 moet geluk brengen, toch? Dus ik ben helemaal blij. En vandaag komen ook de nieuwe lampjes aan. Want inmiddels doen het nog maar 2. Ik ging in de winkel. Ik denk, haal even van die lampjes. Nou, mooi niet dus. Nergens meer te vinden. Dat was voor de lockdown. Toen dacht ik, dan ga ik rustig in de kerstvakanties even naar wat bouwmarkt en dat soort zaken. Op mijn gemakje op zoek. Heb iets met de lockdown. Dus dat wordt er niet. We hebben nu maar online besteld. Gisteren besteld, komen vandaag al aan. Dat is service. Oh nee, woensdag besteld. Ik moet wel goed zeggen, woensdag besteld. Nee, wie het wist wellicht. Want dit is natuurlijk, nou ja, die stuk, die stuk, die stuk. Dat betekent dat die en die waarschijnlijk ook binnen no time volgen. Ik heb er maar een stapeltje besteld, dan kunnen we voorlopig even tegenaan. Ik ga nu even naar de Aldi. Ik ga ook even wat afgeven bij een collega. Die gaat even wat games van ons lenen. En daarna ga ik even kijken wat ik ga doen. Hier in elk geval wat opruimen. Dat had ik al gezegd. Ik heb al de keuken een beetje opgeruimd. Kijk, die is weer helemaal netjes aan de kant. Maar ik moet nog een aantal dingetjes even doen. En dan ga ik door met lekker niks doen. Lijkt me ook een hele verstandige keuze. Marijn heeft nog college. Tot 2 uur. Het is nu 12 uur. Hij had net even een hele korte break om even drinken te halen. En toen zei hij kort iets doen in een stukje kerstbrood. Want wij zijn de enige twee die dat eten. Is een flink brood. Een vruchtenbrood is het, moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik ga nu eventjes voor hem wat broodjes regelen. Dat hij dat lekker bovenop kan eten. Met een beetje roomboter erop. Voor mij, voor hem niet. Dan kan hij ondertussen door met zijn college. Want gek genoeg gaan die dus gewoon door. Nu. Vandaag. 24 december. Wat ik dat al gezegd. Dus fijn dat ik het even kan regelen. Zo. Nou, die komt in zijn zakje. Dit is echt zo'n brood met vruchten en noten en rozijnen. En echt lekker. Heel veel amandelschaafsel, wat nu dus op mijn aanrecht ligt. Goed. Dan maar even in de bak. En dan heb ik gewoon roomboter van de Jumbo uit de verpakking. Het heet bewust met roomboter. Het smaakt net als roomboter, het is alleen smeerbaar. En, ik vind het grote voordeel, dat het een kleine verpakking is. Dus het, ja, dit is nu houdbaar tot maart. Nou, tegen die tijd heb ik het ongeveer op. Ik eet niet zo heel veel roomboter op brood en dat soort dingen. Zeker straks vanaf januari niet, want ik ga het toch maar weer koolhydraatarm doen.
Zo. Ja. Nou, wij gaan even lekker lunchen. Kopje melk erbij. Nee, voor mij dan niet, maar voor Marijn wel. Die had hij al mee naar boven genomen. Ik neem er lekker een kopje thee bij. Ik wilde eigenlijk gaan wandelen, maar er kwam post. Hier staat op, mag open in de vlog. Er waren ook twee kaartjes van die vervolgers waar het niet op stond. Eentje stond ook op privé. Dank jullie wel, jullie kaartjes zijn aangekomen. Dus heel erg leuk. Eén kwam zelfs uit Australië. Daar gaat ook altijd een kaartje naartoe, maar ik weet niet of die al aangekomen is. Vorig jaar kwam hij volgens mij halverwege januari een keer aan. Maar dit is een kaartje. Ik heb hem opengemaakt. Merry Christmas. Heel leuk. Mooi kaartje trouwens. Even zien van wie die is. Merry Christmas en voor 2022 gezondheid, liefde en geluk. Liefst van Ingrid Kossen. Dankjewel, hartstikke leuk. Ik ga hem bij de andere kaarten zetten. Ik heb ze nog steeds niet opgehangen. Sorry, nog niet aan toegekomen. Kwam ook omdat ze er elke keer afvielen. Wij gingen wandelen eigenlijk, hè? Ja, hij staat hier al klaar. Gaan we de jas aan doen? Gaan we lekker wandelen? Ja, wij gaan even wandelen. Bullet journal video gisteren opgenomen. Die ga ik nu even editen. De laptop was, of de computer was de hele tijd in gebruik door Marijn. Dus nu is hij klaar. Hij heeft ook even een paar dagen vrij. In elk geval tot 1 januari. Ik moest nog wel iets inleveren in die dagen, maar daar komt pas. Het is edit en upload tijd. Ja, denk je, wat een rode kleur. Maar veel dingen gedaan. En dan en een hoestbuik. Dat helpt niet. Maar hier liggen twee video's. Die moeten af. Ik moet even mijn agenda erbij pakken. Die ligt nog een kamer verderop. Dus dat ga ik even regelen. Nou, kijk even in een paar video's. En ik zie in mijn agenda dat er een Ilse jarig is. Ilse, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt. Leuk dat je op kerstavond jarig bent. Nou ja, eigenlijk kerstdag moet ik zeggen. Lijkt me een hele bijzondere dag om jarig te zijn. Net als eerste, tweede kerstdag. En zoals mijn moeder oudjaarsdag. Of andere mensen die op 1 januari jarig zijn. Ook bijzondere dagen om je verjaardag te mogen vieren. Ik ga even editen. Ik hoop dat deze gelukt is. Want er staat niks bij. Ik zie er ook niks bij. Ik ga heel even spieken of het gelukt is. Duim even. Die gaat druk voor mij aan de slag. En ik moet even hier eens een lichtje aan. Dan zien jullie mij niet. Dit kan allemaal even uit. Ondertussen. Ga je mee naar beneden, Ravi? Ravi, ga je mee? Hier was er ongeveer vast in zijn bed gekropen. Kom, we gaan plassen. Doe maar. Doe maar. Er is zo een huis vol. Maar dat kijk ik terug via de NPO. Vind ik prettiger. Dat kan ik lekker 's morgens in mijn eigen tijd doen. Ondertussen ben ik dan vaak bezig met dingen. Iets ergens in huis of zo. Of ik een puzzeltje maak of zo. Zoiets. Ah. Ligt al iemand klaar voor het vervolg van de film Santa Claus, zijn we aan het kijken. Of nee, de serie, de eerste, Santa Claus 1. Dus ja, maar ik ga eens even Ravi uitlaten. En dan gaan we daarna verder met deze dag. Zo, Marijn heeft nog even een kwarktaartje in elkaar gedraaid voor morgen. We eten als toetje morgen kwarktaart. Ik weet niet of we dat direct na het eten doen, ik denk... een poosje later, want we gaan gourmetten morgen. Dus morgenochtend is het om 9 uur ontbijten met elkaar. En dan gaan we daarna lekker gourmetten. Ja, er loopt hier een hond op het gras, die is snel. Wacht even. Emily, of Marijn, die loopt even het laatste rondje met Ravi. Maar Ravi die dacht, joep doei, mijn baas is niet mee. Ik ga niet lopen hoor, zoek het uit. Dus die doet niks anders dan weer teruglopen. Maar goed, ze zijn volgens mij nu een rondje lopen. Even lekker eruit, heerlijk. Ik ga eventjes hier wat opruimen en ondertussen nog even een beetje rommelen. Straks pak ik mijn Switch nog even om nog even lekker te spelen. Ik ben ondertussen dat ooit niet slof aan. Ja, om een of andere reden ben ik daar een beetje op uitgekeken na 30 jaar. Is misschien niet heel gek. Ja, en als jullie deze video zien, is het voor jullie natuurlijk oudjaarsdag. En ik edit deze video nog in het oude jaar, in 2021. Jullie zien hem in 2022. Komt omdat ik een weekje achterloop. Dat doe ik expres. Dan gun ik mezelf wat tijd met editen. Heb ik wat meer tijd om dingen te uploaden. Om wat extra's te maken. Dus vandaar dat ik
een weekje achterloop. Dus bij mij is het nog 2021. Bij jou op een moment van kijken misschien ook nog. Maar misschien is het ook al wel 2022. Wie zal het zeggen? Ik wil je in elk geval bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wens je een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk je naar 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Morgen ben ik er weer in een nieuwe video. Dat is dan een compilatievideo van 2021 wat bullet journalen betreft. En ik zie je anders graag terug zondag in de kerstvlog. Dus tot dan. Dag.